deze plaat. Een stukje Caribbean. Even Juliana voor jullie zoeken. Nou, als je plaat moet hebben, dan vind je hem niet. Ja, ik heb hem niet. Waarom zijn die platen rood? Nou, dit is die. Dit is Vinylite. Het is geen bakkeliet. Het is een beetje uit de overgangsfase van 78 toeren naar 33 toeren. En dit wat ik hier heb is sowieso heel erg bijzonder. Want dit, is een, dit zijn in totaal 12 platen. Of 12 albums met in totaal 44 platen. Dat is het gehele interview wat Alan Lomax, een muziekonderzoeker, heeft gehad met Jerry Roll Morton. En Jerry Roll Morton is een van de grondleggers van de jazz. Dus helemaal aan het begin, toen het begon, toen was hij erbij. Toen speelde hij als jochie, speelde hij een bordele van New Orleans. En hij heeft dus helemaal het ontstaan van de jazz heeft hij meegemaakt. En daar heeft hij ook zelf aan meegewerkt. Dus maar ik ben even een stukje aan het zoeken. En dat staat ook op mijn cd. En dat is namelijk La Paloma. We zijn nu naar de Caribische fase toe, toch? Ja, daar gaan we nu naartoe. Even kijken, hier is die. La Paloma. Ik zal jullie even nog het verhaal vertellen. In ieder geval, want dat ik dit hier te pakken heb is wel heel erg bijzonder. In 1937... heeft dus Alan Lomax het interview gehad met Jerry Roll Morton. En 10 jaar later, in 1947, zijn deze albums uitgebracht. En er zijn slechts 200 exemplaren van verkocht destijds. Dus nou, daar ga ik er nog vanuit dat behoorlijk van wat van die exemplaren in ieder geval niet goed door de tijd zijn gekomen. Dus het zijn heel erg zeldzaam. Als je bijvoorbeeld ook kijkt in de price guides en zo, dan staat er altijd staat er bij deze album break staat er priceless. Dus er is gewoon geen prijs aan te maken. Ze zijn bij de hand genummerd. Van hoeveel? Dat is nummer 56. Voor hoeveel heb jij deze gekocht? Dit is echt een van mijn grootste mazzeltjes, zeg maar, uit mijn carrière als verzamelaar. Want ik koop liever niet via eBay. Maar soms hou ik het wel in de gaten voor hele bijzondere platen. Over het algemeen vindt u mijn platen toch vaker bij medeverzamelaars of tijdens mijn reizen. Dus op Cuba heb ik er 100 meegenomen. Maar ik zat dus op eBay in januari. En in één keer kwam ik dit gewoon tegen. En ik wist natuurlijk wel wat het was, want ik ken in Nederland nog één andere iemand die deze boxen ook heeft en die is in de jaren 70 notabene heeft hij er €1500 voor betaald en is er ook nog voor naar Zwitserland gereden om die platen op te halen. Dus dan weet je wel hoeveel moeite sommige mensen ervoor hebben gedaan. En ik zag het in één keer staan en niemand bood. Het leek wel alsof iedereen zat te slapen of hij had het misschien verkeerd gecategoriseerd dat de mensen die hierin geïnteresseerd zijn het niet konden terugvinden. En nou, ik heb toen uiteindelijk $90 geboden. En tot mijn grote verbazing had ik nog gewonnen ook. Dus ik dacht, nou, daar hoor ik niks meer van terug, maar ik maak het geld toch over. Als iemand het stuurt, als ze het toch opsturen, dat was de moeite waard. En er gingen 3 maanden voorbij en ik had maar niks gehoord. En in één keer na 3 maanden werd er aangebeld beneden. Zo'n grote doos werd er afgeleverd en daar zaten ze dus allemaal in. En kan je wel zeggen, dat was echt een van de mooiste dagen uit mijn carrière als verzamelaar. Ik ga jullie wel een stukje laten horen, want we gingen naar de tweede mix toe. In dit stukje laat Jerry Roll Morton, dus een Alan Lomax, horen hoe onder invloed van de Spanish tinge, dus de invloed uit Spanje, Cuba, de habanera, de jazz is ontstaan. Dat is echt een heel mooi stukje. Deze staat trouwens als een hidden track op mijn cd. Dus de mensen die dit op mijn cd willen vinden, die moeten er een beetje moeite voor doen. Remember you, mate? Yeah, you can't.
race on the face of the globe. And of course we had Spanish people there plenty of them, and plenty of French people. Of course I may demonstrate a little bit of La Paloma to show you that the change is really in there. Is toch prachtig, hè? Eigenlijk met zijn rechterhand gaat hij de blues erin brengen, maar de linkerhand blijft hetzelfde. Dit is een Spaanse invloed? Dit is La Paloma, ja. Gewoon het nummer. Dat is een habanera. Nu komt ie. Dus de habanera bas loopt door, de rechterhand wordt blues. Dat gaat ik wat je trouwens hoort is waarschijnlijk het microfoonstatief. Dus, als ik het dus goed begrijp, zeg maar, wat hier wordt uitgelegd, is die invloed dat de Spaanse invloed plus de blues, ja. Daar op een gegeven moment daar de jazz uit is ontstaan. Ja. Dus hij pakt het nummer La Paloma, wat in die tijd echt een enorme hit was, een habanera. En hij laat dus duidelijk zien dat de linkerhand loopt gewoon door in de habanera bas. Met de rechterhand voegt hij de blues toe en er is gewoon jazz. En dat is wat hij laat horen. Maar deze boxen zijn ook op cd verschenen onlangs. En iedereen kan ik het aanraden. Iedereen die in ieder geval geïnteresseerd is in muzikologie en het ontstaan van de jazz, kan ik die box aanraden. Want Lomax, toen hij dus naar Jelly Roll Morton ging, of had uitgenodigd, dacht hij eerst van we gaan gewoon een kort interviewtje houden. Maar die man die hield gewoon niet meer op. Heel de jazz, heel het ontstaan van de jazz was toen ook vergeten. Dus jazz was de populaire muziek van de tijd, maar niemand wist eigenlijk meer echt waar de jazz vandaan kwam. Kwam het nou uit Chicago, kwam het nu uit dingen. En in één keer vielen al die puzzelstukjes, die vielen weer op zijn plek. Toen Lomax, toen Jelly Roll vertelde. En dit album is ook heel erg belangrijk geweest voor bijvoorbeeld de Dixie Revival in de jaren 50. Dus er ging dan een hele nieuwe generatie ging dan onderzoeken, ja, waar komt de swing dan vandaan? Waar komt vandaan? En zo is het voor mij ook begonnen. Je begint met Blue Note platen of met latere jazz, John Coltrane. En je wil weten, waar komt dat dan vandaan? Nou, dan kom je bij Charlie Parker. Dan kom je op het kantelpunt van 33 toeren naar 78 toeren. Dus je gaat steeds verder terugduiken in die muziek, omdat je benieuwd bent waar het vandaan komt. Wanneer, zeg maar, is dan die jazz ontstaan zoals hij het beschrijft? Dat is rond 1900 is dat al ontstaan. Want toen, hoe oud was hij toen, zeg maar, 1900? Want dit was in 1937. Nou, in ieder geval, hij is dan van iets later. Zijn hoogtijdagen waren in de jaren 20. Hij was sowieso een van de eerste jazzmuzikanten die muziek ging noteren. Dus ging uitschrijven, arrangementen en dergelijke. En hij was in die tijd ook echt een van de grote jongens. Maar, Lomax heeft ook een boek geschreven, naar aanleiding van dit interview. En ook als je dat leest, dan krijg je een heel erg goed idee van de omstandigheden waarin die jazz zijn ontstaan. New Orleans was enorm rauw. Je moet je indenken, hij zegt het ook al hier. Je hebt allerlei verschillende culturen. Je hebt Fransen, je hebt Spaanse mensen, je hebt Chinezen, je hebt in ieder geval dan Afrikaanse mensen. En al die culturen, die botsen daar gewoon op elkaar. En die omstandigheden waren gewoon heel erg extreem. Maar hij zegt ook, New Orleans was in die tijd gewoon de place to be, waar het gewoon gebeurde. En dat boek kan ik in ieder geval ook iedereen van harte aanbevelen. Het leest als een heel erg spannend roman. Jelly Roll Morton is in zijn leven al souteneur geweest. Hij is vaudevillianist geweest. Hij is poolbiljarter geweest. Hij is met pokeren heeft hij mensen opgelicht. Hij had een diamant in zijn voortand. Hij had een diamant in zijn sokophouders. Het leest echt als een modern sprookje. Zijn levensverhaal. Maar dit is zeg maar dus, dit is de een voorbeeld van de tweede mix. Ja, dat is een voordeel. Nou, althans, dit.
ik heb in ieder geval het boek gelezen. En die ene zin dus, without that Spanish tinge, there wouldn't be any jazz, dat fascineerde mij gewoon mateloos. Dus toen, ik dacht, wat bedoelt hij met de Spanish tinge? Ik dacht, bedoelt hij, je kent dan in ieder geval op dat moment wel de muziek van de Buena Vista Social Club of wat dan ook. De son of de latere muziek, gewoon echt salsa. Wat bedoelt hij daarmee? En dan ga je erin verdiepen en de muziek van Cuba uit die tijd, die heeft heel veel linken met de jazz. Als jullie toestaan, sta ik nu toch even op. Ga ik nog even een Cubaanse plaat uit die tijd zelf halen, als jullie het leuk vinden. Eén moment.